we zijn bij Mr. Ed Superstore en die sponsort deze video ook. We gaan het hebben over dekens en bij mij is Peter. Goeiedag, welkom bij Mr. Ed en we gaan inderdaad een speeltje maken over dekens. Helemaal leuk. En waarom maken we die? Omdat zelfs, nou ja, niet zelfs, maar ik weet niet precies welke deken waarvoor is. En er is zoveel informatie over, maar Peter weet hoe het zit. Dus, waar beginnen we mee? Nou, we gaan dus beginnen met een fleece deken. Dat is een deken die gemaakt is van fleece. Dat is een bepaalde stof. En die stof die heeft de eigenschap dat dat vocht opneemt. Wanneer moet een deken nou vocht opnemen? Als het paard nat is, van het zweten. Nou, dus niet van de regen? Nee, niet van de regen. Okay. Nee, dat is niet van de regen. Als je dus gereden hebt met je paard en je denkt van nou goed, ik ben klaar, ik wil gaan stoppen en ik wil mijn paard in de box terugzetten, dan merk je ineens op van joh, hij is nog erg nat. Als je hem dan zo zeg maar in de box terugzet, dan wordt hij verkouden. Kan, hoeft niet, kan. En dat is niet fijn voor de spieren, want dan wordt hij daar koud van. Doe er een vliesdeken overheen. En dan zie je gewoon dat het vocht wat op het paard zit, of in het paard zit, dus in de deken trekt. En als je dan een kwartiertje ongeveer verder bent, dan haal je de deken eraf. Die is dan wel vochtig, maar dat moet ik ook natuurlijk. En dan doe je de andere deken erop. Dat is het vliesdekenverhaal. En ik moet zeggen, deze is echt aaibaar. Ja, deze is echt heel lekker. Dat ik denk van nou, deze wil ik eigenlijk wel gewoon meenemen. Ja. Van welk merk is deze? Deze is van QAP. En wat kost zoiets? Deze is €49,95. €49,95. Ja. Dat is helemaal mooi. Goed, nu is mijn paard droog. Wat doe ik dan? Nou, het ligt een beetje aan welke temperatuur het is. En of je paard binnen zet of buiten. Okay. Want dat is natuurlijk wel een verschil. Ja. Je hebt waterdichte dekens en staldekens. Dus dat is het verschil. En inderdaad, als het wat warmer is, dan kun je volstaan met een wat dunnere deken. Zowel voor de stal als voor buiten. Yeah. En ja, hoe kouder, hoe meer gram je wil hebben in de deken. Daar zeg je wat. Ja. Ik weet dat ze er zijn, maar misschien kun je even uitleggen welke grams dekens er zijn. Nou, als we even kijken naar de staldekens, er zijn in principe drie soorten gradaties in. Yeah. En de eerste is eigenlijk zo rond de 100, 150 gram. Yeah. Dat wil eigenlijk zeggen 150 gram per vierkante meter. Ja, dat is een beetje gek gezegd, maar... Oké, dus als ik hier zo ongeveer vierkante meter heb, dan zit er 150 gram vulling in. Aha. Nou, en dan heb je dus in de stal natuurlijk ook een 300 grams dekentje. Die is eigenlijk meer voor in de wintermaanden. Ja. En dan heb je ook nog voor de koukleunen onder de paarden, de 400 of wellicht 500 gram dekentjes. Oké. Okay. Maar dan moet het wel hard vriezen hoor, want anders dan... Het is wel heel warm. Dan gaat hij daar nu onder zweten. Ja, dan moet je zweetdeken onder. Dat wil je gezien. Oké, dus we gaan beginnen met een staldeken. Ja. Welke? Nou, laten we een staldeken nemen van QAP. En leuk. Dan denk ik dat we er eentje nemen met een lekker vlieskraag. Spannend. Okay. Nou. Peter heeft even het paard omgekleed. Ja. En nu hebben we? Dit is een staldeken. Ja. En het fijne van deze staldeken is dat er dus ook nog een klein stukje vlieskraag op zit. Want net een vliesdeken, deze heeft een stukje vlieskraag. Nou, wat is dat nou voor dat vlieskraagje? Om het schuren wat meer tegen te gaan in de hals. In de nek. Ja. Kijk, en dat is lekker zacht voor het paard. Je ziet wel eens dat een paard wel eens last krijgt van het deken. Ja. Dus dat is een soort schuurplekje, zeg maar. Nou ja, dus de deken irriteert. Ja, irriteert een beetje. Juist, precies. En daardoor wordt hij wat, wat zachter, zeg maar, in de nek. Oké. Okay. Waarom kun je nou herkennen dat een deken een staldeken is? Ja. Nou, dat kun je vaak zien, niet altijd, maar heel vaak wel. Dat er dus een soort stiknaad over de rug van het paard loopt. Oké. Okay. Nou, die stiknaad, die is gestikt. Ja. Dus die is niet waterdicht. Denk aan die. Snap je? Ja. Dus doordat hier dus een stiknaad overloopt, kan die eigenlijk nooit waterdicht zijn. Er zijn wel eens dekens die zijn dan gemaakt dat die dus wel waterdicht zijn, maar er zijn er echt heel weinig. Oké. Okay. Herkenbaar, stiknaad, bijna altijd staldeken. Oké. Okay. Dus als je een dekje ziet, je kijkt naar de bovenkant, denk hey, stiknaad. Bijna altijd een staldeken. Dus mocht je ooit ervoor kiezen om ergens een deken te kopen en het niet na te vragen, en staat er toevallig om wat voor reden dan niet op omdat het boekje kwijt is, kan je het hier aan zien. Ja, zo is het. Helemaal mooi. Nou, laten we gewoon even zo hangen. Hoeveel gram is dit? Dit is 300 grams. Dus eigenlijk is echt een deken voor nu. Oké. Okay. Deze tijd. En nou ja, het is nu dus november. Ja. Het is ongeveer overdag een graad of 5 en net rond het vriespunt. S'nachts. Ja.
En dan gebruiken we dus 300 grams. 300 grams. En is dat dan buiten in de stal of is dat binnen in de stal? Dat is dus binnen in de stal. Oké. Okay. Deze stof is niet waterdicht. Dus de stof van een deken die wordt ook in deniers uitgedrukt. Net als panties. Net als panties, juist. Heeft okay. Een panty 60 denier. Ja, dan is die heel dik. Ja, dan is die redelijk dik. Maar deze heeft dus tussen de 600 en de 1200 denier. Oké, okay. Dus het is dus heel dik. Heel dik. Okay. Nou, de draad die je ziet... Ja? Kun je dit horen? Ja, denk dat. De draad die je ziet, die is hier in deze best dik. Deze is 600 denier. Dus best wel een zware staldeken. Ja. Deze scheurt ook niet zo snel. Dat is heel fijn. Ja, dus hoe dikker de denier is, hoe minder snel die scheurt. En zo kan je een deken kopen. Ja, dat is dan wel precies. Handig. Ik heb trouwens nog niet eens verteld over... Sluitingen. Ja. Oké. Okay. Kijk, je ziet dus, dit zijn kruissingels. Dat betekent dat de singel, dat is dit dingetje, dat die dus gekruist op het deken moet. Ja, dus hij gaat van de andere kant. Achter naar voor en van voor naar achter. Nou, dan zet je hem zo vast. Dit is een speciaal sluitingje in, dat hij gewoon goed blijft zitten. En dit heet dus een kruissingel. Fijn dekentje. Deze deken is ook van QAP. Ja. En met vlieskraag, die 600 denier, staldeken, 300 grams gevoerd, kost 79,95. Kijk, dat is helemaal goed. Ja. Maar goed, als je nou een buitenbox hebt die dus wel overdekt is, is dit dan voldoende of moeten we dan dikker? In principe is dit eigenlijk al voldoende. We zien dat de trend wel iets meer gaat naar meer grammen in een deken. Ja. Echter, een paard vindt het eigenlijk het lekkerst als het zo tussen de 5 en de 10 graden is. Dat las ik van de week, maar ik denk ik zal het er niet tussen gooien, want jij moet dekens verkopen. Ja, nee, maar toch is dat zo. Ja. Maar omdat we de paarden tegenwoordig vaker scheren, krijg je dus minder haren op de huid. Nou, minder haren wil zeggen minder isolatie, dus meer dekens. Dat is wel zo. Ja. Ja, maar ik had wel begrepen dat ondanks dat je een paard scheert, hoef je hem nog steeds niet in te pakken alsof het een baby is. Nee, dan kan dat nog steeds gewoon met 300 gram kan je aardig volstaan. Kun je het gewoon in principe volstaan. Ja. Ja. Er zijn ook wat dikkere dekens, daar zal ik er zo nog even van zien. Ja, is goed. Ja. Oké, okay, dus dit is de staldeken. Ja. En nu hebben we een waterdichte deken. Ik kan je vertellen, er zit geen naald op. Ik kan hem ietsje draaien, maar er zit echt geen naald op. Hij is helemaal glad aan de bovenkant. Waterdichte dekens. Nou, de naam zegt het natuurlijk al. Waterdicht houdt in dat hij dus ook waterdicht is. Maar als je een waterdichte deken, stel eventjes, je pakt een vuilniszak. Ja. Je legt hem op je paard. Ja. Er komt geen water door een vuilniszak. Nee. Maar aan de binnenkant wordt je paard wel vochtig. Ja. En dat komt natuurlijk door het zweet. Ja. Dus alle waterdichte dekens die we verkopen, die zijn ook ademend. Dat is belangrijk, want heel gek, aan de buitenkant kan er geen water in. Maar vanaf de onderkant kan er wel water uit. De techniek dus staat voor niks. De techniek staat voor niks. Waterdichte dekens, wat we al zeiden zojuist, is herkenbaar. Dus dat hij dus geen naad heeft aan de bovenkant. Want anders dan lekt hij natuurlijk door. Dat willen we niet. En dat het van een bepaalde stof is. Je ziet eigenlijk niet op de video, maar er zitten allemaal kleine ruitjes in. En dat zie je dus dat het een soort ripstopje is. Dus deze deken is ook behoorlijk sterk. De waterdichte dekens die zijn uiteraard ook altijd uitgevoerd met kruissingels, want anders gaat de deken natuurlijk heen en weer. De waterdichte deken wordt natuurlijk eigenlijk altijd buiten gebruikt, niet binnen, want dat is niet nodig. Dus de deken moet altijd wel goed blijven zitten. Wat ook wel aardig is, hier zitten nog een paar ringetjes aan, hier en daar. Dus als je een deken ziet met ringetjes aan de voorkant, dan kan er nog een halsje op. Kijk, voor de koude klumpjes. Ja, voor de koude klumpjes. Nou, de waterdichte dekens die kunnen we dus ook leveren in die 150 gram, 300 gram en 450 gram. En is het dan erg om met een waterdichte deken op stal te staan? Heel erg is het niet, maar houd wel in de gaten dat de ademingsfactor wordt wel minder. Als je binnen staat heb je minder ademing dan als je buiten staat? Ja, zeker. Okay. Dus dan moet je altijd een beetje opletten dat je paard er niet onder gaat zweten onder een waterdichte deken. Okay. In de buitenlucht heb je meer lucht, dus dan heb je minder last van dat hij dus het paard gaat zweten. Okay. De deken die hier hebt liggen, dat is een 450 gram, dus lekker dik, is echt een hele dik. Dus echt als het nou toch zeker wel een graadje of 5 tot 10 vriest. Dat is niet zo vaak in Nederland. Dat is niet zo vaak, maar het komt wel voor. Ja, dat is waar. En hij is ook van QAP. Ja. En het is een leuk modelletje, want dit is een beetje uniek. Dit is het modelletje dat heet Delfts. Blauw. Ja, Delfts blauw. Is een beetje van deze.
En die 450 gram die kost 94,95 euro. En hij heeft, en dat hebben alle deken, andere dekens ook, maar ja, dat gaan we nu even laten. Alle dekens die hebben ook bilkoorden. Nou, de bilkoorden, dat wil al zeggen, dat zit dus bij de achterkant van het paard. Elke bilkoorde zit een clipje aan. En dat clipje, dat is een musketon. Achter de benen langs. Achter de staart. En dan maak je hem zo aan de andere kant weer vast. Ik zie hem sommige mensen kruislinks vastmaken. Kan je dat doen? Dat kan. Okay. Ja. Hoeft niet, kan. Wordt er steviger van? Nou, blijft iets stabieler liggen. Dus, okay. Wat ook wel handig is, is een staartflap. Want een staartflap zorgt ervoor dat ook de achterkant niet nat wordt van het paard. Flapperde flap. En nu hebben we een uitrijdeken. Ja, er zit een gat in. Ja. Wordt hij nat van? Nee hoor. Hier hoort het zadel. Oké. Okay. Dus hier zit een gat in. Dat. Nee, je legt je zadel natuurlijk erop. Je gaat bijvoorbeeld lenk met paard rijden en je denkt van nou goed, ik ben klaar. Ik wil nog even uitstappen. Nou, ik wil je vast je paard een beetje droog lopen. Nou, dat kan je dus met zo'n deken doen. Dus deze neemt vocht op? Deze neemt vocht op en deze is ook van een waterdicht stof gemaakt. Dus die, als hij dan in de regen zou lopen, zeg maar, dan wordt hij ook niet nat, nog natter dan dat hij al is. Oké, okay, dus ik zou deze in mijn rugzak kunnen doen en als het dan gaat regenen bij mijn buitenrit, zou ik hem nog op kunnen leggen? Ja, zeker. Dat is heel belangrijk. Oké. Okay. Dus het gat zit erin natuurlijk om nog gewoon te blijven zitten. Yeah. En je kunt je benen er gewoon onder doen op de boven, dan kun je zelf een beetje kijken. Het fijne is dat je natuurlijk wel zo Bovenlangs dicht kan maken. Dus ook van QAP. En ook in diezelfde leuke kleur. Ook weer in Delftblauw. Ook in Delft. Oké, okay, en wat kost deze uitrijddeken? 42,95. En dan de laatste deken voor deze dekenspecial, dat is de stapmolendeken. Ja, die bestaan. Ja, die bestaan. Je weet misschien allemaal wat een stapmolen is. Dat is zo'n zeg maar een soort carousel wat rondrijdt waar je je paarden in kan zetten. En dan mag ook je pony hoor. Mag pony, pony mag zeker ook. En nou, dat heet een stapmolen en daar heb je speciale dekens voor. Je hebt stapmolens die binnen en buiten zijn. Dit is voor een buiten stapmolen, dus die hoeft niet eens aan het dek te zijn. Okay. Dit is waterdicht ook. Ja. Wat is nou het kenmerk van een stapmolendeken? Eigenlijk heel simpel. Een deken of een paard moet goed kunnen bewegen. In de stapmolen. In de stapmolen. Dus wat zie je hier? Een gat. Dan kan het paard lekker bewegen. Is uiteraard ook weer van QAP. En kost 84,95 euro. We hebben uiteraard ook voor de Shetlanders dekentjes. Zowel in de vlies zoals dit en allerlei andere. Dus ook voor de Shetlanders, de ponies, de paarden. Maakt niet uit als het maar vier hoed heeft. Dan hebben wij daar een deken voor. Heb jij een teken voor mijn hond? Ja, heb ik ook. Die wil ik hebben. Waar is die? Zal ik hem heel snel pakken? Ja, pakken? Ja. Echt? Dus zelfs voor de hond? Zelfs voor de hond hebben wij dekentjes, vliesdekentjes. En bijvoorbeeld ook van dezelfde stof, hetzelfde materiaal als de outdoordeken. Ja, een outdoordeken. Dus je hond blijft hier ook droog onder. Ook te krijgen bij ons. Peter, bedankt voor al deze informatie. Ja. Ik ben in ieder geval een heel stuk wijzer geworden over allerlei deniers en over per vierkante meter hoeveelheid stof. Ik kan mijn paard weer toedekken, dus dankjewel. Ja. Allemaal verkrijgbaar bij Mr. Ed in Maasland. Dat klopt, helemaal. Ik zou zeggen bedankt en ook tot ziens hier. Dat was wij. Doei!